We zijn er weer. Met deze keer de kleurrijke borders. Vorige week hadden we natuurlijk ook een hele leuke video. Onderhoudsarme borders. Heeft u die al gezien? Gaan we nou verder met deze video. Ik heb hier een heel mooi voorbeeld neergezet. Je hebt verschillende soorten borders. Je hebt harmonieuze borders eigenlijk, hè, zo kun je dat noemen. Dus dat wordt eigenlijk mee bedoeld, je laat de kleuren wat meer in elkaar overlopen. Zodat je een wat rustigere bord krijgt met een wat rustigere kleurenpalet. Je hebt ook contrasterende borders. En wat daar wordt natuurlijk mee bedoeld, dat je dus de kleuren naast elkaar zet die wat meer met elkaar botsen eigenlijk als het ware. Dus dat is een keuze die je kan maken. Dan krijg je een borden die wat meer eruit springt en dergelijke. En wat dominanter aanwezig is. Dus het neemt een wat prominentere plaats in eigenlijk in de tuin dan. Dus dat is natuurlijk een keuze die je voor jezelf kan maken. Hè? Want het is vooral belangrijk dat je het zelf mooi vindt. Maar wat natuurlijk wel altijd handig is om op te letten als je een bord gaat aanplanten, is dat je bijvoorbeeld let op de verschillende bloemvormen en de bloemkleuren. Dus zoals je ziet, we hebben hier een Allium staan, een Millennium. Ja, zoals je ziet, dat zijn natuurlijk van die kleine bolletjes. Hè. Dat hebben we dan hier in dit geval gecombineerd met de Geranium. Je ziet dus dat je dus hier echt zo'n bolletje hebt en hier zo echt een bloemetje. Op die manier krijg je dus ook verschillende soorten bloemvormen in de borden, waardoor je dus ook verrassing erin houdt. Ja, wat altijd belangrijk is, hè, als je zegt van ik vind de borden bijvoorbeeld te druk worden, kun je natuurlijk met de kleuren wit gaan werken. Wit zorgt eigenlijk altijd voor rust in de borden. Wat altijd leuk is om natuurlijk in de borden te werken, ja, ik heb hem hier in de hand, verschillende soorten grassen, waar ik van deze wel echt specifiek zou uit willen lichten. Dat is de Carex Everest. En je ziet het al, hij heeft een net wat andere kleur dan zijn meeste soortgenoten. En op die manier zorg je natuurlijk ook weer voor een andere bladkleur in je borden. Dus het kan zijn als je natuurlijk groen op groen krijgt, dan oogt dat natuurlijk minder sprekend dan als je zegt van ik zet deze erbij. Wat je ook heel vaak leuk kan combineren eigenlijk met de meeste planten. Volgende week vrijdag hebben we weer een nieuwe video. Mijn collega Nelis neemt u dan mee in de schaduwrijke borders. Als u daar geïnteresseerd in bent, zou ik hem zeker kijken. Tot dan!